Hallo allemaal, jullie zien mijn ogen niet. Hallo allemaal. Ik heb deze vlog helemaal niet echt voorbereid. Hallo allemaal. Jullie verwachten op dit punt een weekvlog. Dit is geen weekvlog. Ten eerste heb ik binnenkort 1500 abonnees. My goodness. Ja, superleuk. Bedankt jongens dat jullie mij volgen. En dat blijkbaar de dingen die ik interessant vind en inspirerend vind, dat jullie daar ook iets aan hebben. Of in ieder geval dat jullie het leuk vinden. Of ja, ik weet het niet. Dankjewel. Ik heb beloofd dat als ik 1500 abonnees heb, dat ik dan een cadeautje zou weggeven. En ik laat jullie nu zien welk cadeautje dat is. In de beschrijving hieronder zet ik de link naar de beschrijving over dit cadeautje, want dat heeft ook een verhaal. Er zit ook een verhaal achter. Dus check even wat het inhoudt. En als jij interesse hebt om dit armbandje te krijgen, laat me dat even weten onder deze video. Je hoeft om het te winnen niet per se te zeggen welk doel je aan dit cadeautje gaat koppelen. Maar ik vind het wel leuk als je het wel vertelt onder de video om elkaar weer te inspireren. Het is geen voorwaarde nogmaals om het te winnen, maar wel leuk als je het wel wilt vertellen. Want het winnen uiteindelijk wordt een loting. Geen weekvlog dus. Ik wilde heel even pas op de plaats maken. Misschien komen er wel weer weekvlogs, maar ik ben even aan het zoeken wat ik wil en wat ik leuk vind. En ja, als ik een ander wil inspireren, dan moet ik zelf natuurlijk ook lekker in mijn vel zitten en leuk vinden wat ik doe. En ik had echt even geen zin in een weekvlog. Ja, dus ik wil daar even een ei over leggen. Even de tijd voor nemen om te bedenken wat ik dan wel zou willen doen. Want ik wil niet stoppen met vloggen en editen en content maken. Ik heb wel wat ideeën, maar dat is nog niet helemaal concreet. Dus geef mij even de tijd om daaruit te komen. En ik postte voorheen op de woensdag en op de zaterdag. En dat wil ik ook even loslaten. Ik wil gewoon even kijken dat ik geen commitment heb aan een dag en een moment en een inhoud. En ik weet dat veel vloggers zeggen van, hey, je moet je volgers op de hoogte houden en ze moeten weten waar ze van op aan kunnen. Maar ja, goed, dat ben ik bij deze dus aan het doen. Je kunt er nu dus waarschijnlijk even niet meer van op aan dat ik op woensdag en op zaterdag post. Ik wil gewoon proberen de komende tijd de camera te pakken op het moment dat ik echt voel dat ik iets wil delen. Zij het in beelden, zij het in kletsverhaal. En het dan ook posten als het af is. Zodat ik minder de druk voel om het af te moeten hebben. Waardoor ik ook denk dat de inhoud nog leuker gaat worden. Denk ik echt. Maar ja, jullie mening mogen jullie ook heel graag hierover uiten. Ik vind het heel leuk om te weten wat jullie leuk vinden. Wat vinden jullie leuk? Wat vinden jullie inspirerend? Wat vinden jullie... Ja... En ga me alsjeblieft niet afkraken over wat echt nergens op slaat of wat niet leuk is. Maar laat vooral even horen wat je wel leuk zou vinden. Ja, dank jullie wel voor het meedenken. En dat neem ik dan gewoon mee in mijn overwegingen. Ik ben benieuwd, want dit is wel leuk. Want dit geeft natuurlijk weer ruimte voor iets nieuws. En wat dat nieuwe gaat zijn, weet ik nog niet helemaal. Maar we gaan het samen zien. Een andere reden waarom ik dit ook doe, is omdat ik steeds meer wil proberen in het hier en nu te zijn. En... soms heb ik op een avond of een dag dat ik heb gepland om te editen, komt er in één keer iets anders op mijn pad. Zij het door de kids, zij het door wat dan ook. En dan wil ik van die druk af dat ik dan moet editen op dat moment. Nogmaals, ik blijf doen wat ik doe, want ik vind het leuk. Ik heb er passie voor. Maar ik wil nu eventjes af van die deadlines. En ja... oh, dat is tegelijkertijd ook iets wat ik mee wil geven en waar ik jullie ook in wil inspireren. Om weer na te denken van, wat doe je? En waarom doe je iets? Is het echt iets van jezelf wat je doet? En zo niet, ja, ga er eens over nadenken. Wat je dan wel wilt. Ik hoop dat de keuze die ik maak om niet maar gewoon te vloggen om te vloggen, maar om over de inhoud goed na te willen denken en over hoe en wanneer ik het doe. Ik hoop dat... het voor jullie ook een inspiratie mag zijn om te bedenken dat je dingen voor jezelf mag doen en niet voor de ander. En dat je niet aan verwachtingspatronen van een ander hoeft vast te houden.
bijvoorbeeld dat een woensdag een vlog online moet komen en die moet zo lang duren met deze en deze inhoud. Maar dat je vooral je hart daarin moet volgen en moet kijken naar wat kan je en wat wil je. En, nou ja, en in die tijd dat je dus normaal gesproken op woensdag of op zaterdag een vlogje kijkt, van 5 à 15 minuten, kun je nu natuurlijk iets anders leuks doen voor jezelf. Of natuurlijk een andere vlog gaan bekijken, dat kan ook. Sunny zoekt geluk, vind ik bijvoorbeeld ook een hele leuke. Wat grappig is, de laatste tijd kom ik wat mensen tegen waarvan ik hoor, oh ja, dit en dat heb je in je vlog verteld. Of ik zie mensen dingen doen en denk, hey, dat heb ik vorige week in mijn vlog verteld. En dat vind ik zo leuk, want dat is ook wat ik heel graag wil, zeg maar. Dat we elkaar gewoon inspireren. En niet dat ik alle wijsheid in pacht heb of wat dan ook, maar ik wil wel gewoon genieten van mijn sterke punten en die proberen in te zetten. En juist ook mijn zwakke punten laten zien en daarmee een stukje herkenning creëren. En ja, ik hoop ook dat anderen zich dan vrijer voelen om dat te doen. Ik wil jullie vragen dat als jullie een vlog hebben gezien die iets met je deed in de positieve zin, dat hoop ik natuurlijk, dat jullie dat... Willen jullie dat dan ook benoemen onder een video? Want voor mij is dat wel fijn om terug te lezen. Ondertussen zet Maarten... Maarten heeft een platenspeler van zolder gehaald. Heb je daar stroom? Cool. Dus ja, mocht een van mijn vlogs of een onderwerp of iets wat je gezien of gehoord hebt jou in een positieve zin hebben geraakt, wil je dat dan benoemen? Want dat is voor mij weer animo om door te gaan. Dat weet ik ook. Ja, wat leuk is, wat jullie leuk vinden. Bedankt dat jullie mijn vlogs kijken. En mocht je een Tie the Knot willen winnen, dan laat het ook even weten onder deze video. En bedankt 1500 abonnees. Leuk. Tot de volgende vlog. Wat ik nog even wilde toevoegen is dat je mij trouwens ook kunt volgen op Instagram en Facebook. Mocht een vlog te lang op zich laten wachten, kun je daar een beetje zien wat ik aan het uitspoken ben. Heb je nog iets toe te voegen?